We vonden een bv. Dan geven we ook een beetje koken. Niet te veel. Niet te veel, nee. Dat is meer een omhang, meer omhang met die mensen. Dat was het hele ding, hè. Het initiële doen eigenlijk, van ons ook. We wilden ook. En men zegt geen echt kookprogramma. Nee, ik wil geen leraken spelen. Nee, leraken spelen willen, dat is niet voor ons weggelegd. Nee. Grappig is dat jullie op voorhand precies nooit een idee hebben van wie dat die mensen zijn. K3... Weet je, jullie waren fout. Maar dat was ook zo. Dat was juist zo. Hoe komt dat? Waar leven jullie? En waar we leven, ik weet het niet waar. Leven in een andere wereld, ik weet het niet. Aliens op de planet Earth. De zeven figuren die we gehad hebben, waren eigenlijk alle zeven. Ik moet zeggen, in het begin, hij zei een beetje angst. En die angst is een groot woord, maar hij zei toch een klein beetje, vraagt af, hoe gaat dat verlopen? Wat gaan we daaruit halen? Gaan we daar iets lospeuteren? Gaan we niets lospeuteren? En dan, blijkbaar zonder veel problemen, laten ze los. En jullie zijn intussen ook goede vrienden geworden met Joske van K3. Ja. Daar gingen we de test doen, want iedereen zegt, ja, we kennen u niet, we gaan u herkennen en zo. Nee, ik zat in het restaurant, hadden we gezegd, kijk, wij gaan ze verrassen. En wij gaan erbij gaan zeggen, gewoon, mevrouw, we mogen een selfie nemen met u, om haar reactie te zien. Maar op het moment dat we besproken aan het telefoon, op het moment dat we aan tafel, draait ze haar rond. En ze zei ons. Ja. En dus het effect surprise was weg. Ja, maar het heeft ons herkend, hè? Maar het heeft ons herkend. En ik ben dan gevraagd ook, we hebben dan ook gevraagd van, ja, hoe komt het? Ja, zei ze, twee zo'n babbelaars gaan hierop vergeten, hè? Je hebt ook geen moment gezwegen, hè? Nee, tuurlijk niet. Hij zeker niet. Maar hij ook niet, hoor. Het is niet dat we elkaar elk minuut of elke seconde zien. Dat lijkt zo. Dat lijkt dat jullie elke seconde samen zijn. Nee. Dat is tamelijk... Nee, maar ik zou wel soms stot worden. Dat is een feit. Ik ook trouwens. Van Hugh Kwebbel? Oh ja, het zou wel... Twee nou bekeken? Nee, dat begint mijn kleine... We moeten opletten natuurlijk niet in ruzie vallen. Maar zo begint dat. Hè. Ja, bekeken, dat begint zo. En zo'n plossing gaat dat spannend. En gaat dat dan een climax. En dan zou mijn schoen afdoen op zijn kop kapot slaan. Hè. Ik zweer het, hè. Ja, we hebben dat gedaan. Hè. We hebben dat gedaan. Nee, we nog zin over. We staan voor de camera. Natuurlijk, niet anders. We moeten proberen zo'n beetje. Je showmaster, man.